Kijk, oké, dan komen we nu op Nederland aan. Dus inderdaad, wij gebruiken al 9 of 10 miljard kubieke meter gas. Dus om dat te vergroenen, om dat, zeg maar, die waterstof van grijs naar groen te maken, gaan we dat met CCS doen? Of gaan we dat met windparken, met energie uit windparken doen in de komende tijd? Ja, ik denk vooral vanuit op dit moment meer vanuit aan de blauwe waterstof aan de CCS kant in het begin. Maar ik denk, kunnen we sneller opschalen? Kunnen we sneller opschalen. En kan ook helpen dus om die infrastructuur op te bouwen die we straks voor steeds meer groene waterstof nodig hebben. Dus het vult elkaar aan, het baant de weg. Maar beide zullen we uiteindelijk gaan zien en gaan krijgen. En moeten we ook ontwikkelen, dus daar moeten we alles aan doen. In Nederland ook met ook inzet van ons eigen instrumentarium, Brusselse gelden, om te zorgen dat we dat ook echt goed van de grond krijgen. Ja. Dus in ieder geval, blauw is dus, zeg maar, gauw op te snel op te gaan. En groene stroom hebben we voorlopig nog niet te veel. Dat kunnen we allemaal nog gewoon positief gebruiken op andere manieren. Maar we kunnen dat dan op die manier vergroenen in de industrie. Dus daar zijn een aantal projecten met Tata Steel en dat soort zaken. Dan, als je kijkt, zei van, wij zijn het meest interessante land van Europa voor waterstof. Waarom is dat? Welke dingen hebben wij hier die zo interessant zijn, waardoor wij van Nederland een waterstofland kunnen maken? Ja, nou ja, dus de gasinfrastructuur die we al hebben, natuurlijk die voortreffelijk is en die eigenlijk herinzetbaar is. Tuurlijk zijn wel aanpassingskosten voor te maken, maar die zijn behoorlijk behapbaar. En GasUnie is daar heel actief mee bezig. Ook trouwens Tennet en GasUnie samen kijken daar ook. Grappig, de elektriciteits- en de gasmensen samen lekker gewoon gezellig met elkaar in een project. Waarom is dat? Ja, ik denk dat Tennet ook... Heeft Tennet nou voor belang bij waterstof? Die willen toch gewoon eigenlijk een elektrificering van de samenleving? Ja, nou ja, dat is dus juist zo interessant dat die dus duidelijk ook zien, zeg maar, waar ze tegen grenzen aanlopen. Ze kunnen niet alles kwijt in het net. En daar waar ze het wel kwijt kunnen, voorbij een bepaalde grens, is het zo duur dat zij ook zeggen van, ja jongens, is dat nou wel verantwoord? En kunnen we dat niet beter in de vorm van moleculen gaan doen? Dus die combinatie van GasUnie en Tennet. Maar goed, Nederland is dus een fantastisch land vanwege het aardgasnetwerk, zeg maar, infrastructuur, wat nog meer? De wind offshore, hè, dus het enorme potentieel wat we hebben aan wind offshore. Zeker nog vele decennia vooruitkijkend hebben we nog heel veel, zeg maar, te oogsten. Dus ook super uniek, want hebben lang niet alle landen, zeg maar, in zulke grote getalen. Ja, wij zijn echt een groot speler op het gebied van offshore nu. Echt gewoon in aantallen en in gigawatts. Ja, zeker, zeker. Het UK natuurlijk ook, hè, Verenigd Koninkrijk. Maar in de Noordzee spelen we echt een hele grote rol. En natuurlijk ook interessante projecten met Duitsers en Denemarken bijvoorbeeld. Hè, dat beroemde eiland wat ze eventueel willen gaan maken. Dat zijn ook weer hele innovatieve projecten. Dus offshore zijn we ook echt een speler. En de derde? En derde is natuurlijk de industrie. Dus die energie-intensieve industrie die we hebben, vaak heel dicht aan de kust. Dus dat ligt geografisch ook goed om aan te kunnen landen. En dus ook, ja, die willen ook natuurlijk decarboniseren. Dus die willen CO2 reduceren. Vergaand. En ja, dus dat komt allemaal eigenlijk heel goed bij elkaar. Ja. Wat zijn de drie leukste projecten hier in Nederland? Drie leukste projecten, De centrale in Groningen natuurlijk. Ja, als ik er drie selecteer, gaat ook iemand zeggen van, waarom heb je mij niet genoemd? Maar de Magnum centrale, denk ik inderdaad in het noorden van het land, Eemshaven, is denk ik een hele interessante. Die gaan dus een gascentrale omzetten in feite in een waterstofcentrale. En daar dus ook allerlei toepassingen voor waterstof op ontwikkelen. Behalve dat ze die centrale zelf in een soort grote superbatterij gaan ombouwen. Wat ze dus gaan doen, ze gaan dus eigenlijk aardgas gaat niet meer direct die centrale in. Wordt omgezet naar waterstof. Het aardgas wordt omgezet naar waterstof. En de CO2 wordt met CCS in de bodem gezet. En dat is dan bij elkaar, is dat efficiënter dan... Want je zou ook zeggen, je zou gewoon een gascentrale kunnen nemen en dan de CO2 ook in de grond stoppen. Maar dat kan dus niet zo makkelijk. Nou ja, dat is dus toch qua CCS is, zeg maar, wat ze dan noemen pre-combustion, is handiger en goedkoper ook te organiseren dan post-combustion. En dus dat is één. En het tweede is, ze willen dus die centrale dus heel interessant inzetten als een soort, eigenlijk een flexcentrale. Op het moment dat we dus voor het hele energiesysteem dat ook steeds meer gaan nodig hebben. Omdat je die hoge aandelen van,
van duurzame energie gaat krijgen en dus meer behoefte gaat hebben aan flexibiliteit. Dat is een topproject. Nog eentje? Dan is er het project dus de 20 megawatt electrolyzer die Nourion, dus, daar hebben we al over gehad, met BioMCN gaat neerzetten. Dat is ook een hele mooie. En dan in de haven van... Wat voor stroom gaat daarin? Wat voor groene stroom? Wat, die zit in Delfzijl, dus die zit ook gewoon in het noorden, zeg maar. Maar wat voor de stroom gaat daarin? Ja, dan willen ze dus vanuit windenergie willen ze dat gaan voeden. Als ik het goed begrepen heb. En dan, normaal gaat die windenergie natuurlijk gewoon het net in. Maar als er dan te veel van die groene energie is, dan ga je een elektrolyzer. Maar zo'n ding is hartstikke duur. Dat kost zo 30 miljoen. En als je die maar een paar uurtjes per dag, als het kunnen werken, kan dat uit? Of is dit meer een pilot? Nou, dit is dus een pilot. Dat zijn ook allemaal dingen die ze aan het onderzoeken zijn. Hoeveel kunnen ze die gaan inzetten? Ze willen ook die hele waardeketen erin betrekken. Dus daar vandaar dat BioMCN daarin is. Die dus ook voor een deel zijn eigen productieproces daarmee gaat decarboniseren. Dus super interessant project. Maar dat zijn allemaal dingen die moeten we dus gaan uitvinden. Hè. Wat zijn de nieuwe businessmodellen eigenlijk die met zo'n electrolyzer wel kunnen en niet uit kunnen? What makes sense and what doesn't make sense? We zitten dus eigenlijk nog helemaal in deze fase. Die hele waterstofeconomie is veelbelovend. We gebruiken de grijze in de industrie om kunstmest en staal te maken of zo. Maar raffinaderijen. Maar het is nog op het ogenblik eigenlijk voor die andere doeleinden, hè, zoals de gebouwen of ook inderdaad de centrales. Dit is allemaal gewoon nog nieuw. Dit is allemaal nog de pilotfase. Het duurt nog allemaal nog 10, 20, 30 jaar voordat het echt aantallen kan leveren. Ja, absoluut. Dus we praten nu nog. Er zijn allerlei toepassingen. De technologie is er. Maar ja, de grote. Je moet nu beginnen, anders dan kun je niet over in 2050 grootschalig draaien. Je haalt me de woorden uit de mond. Dat is precies het punt. Ik haal alleen maar wat hij daarvoor al tegen mij heeft gezegd. Maar dat is inderdaad wel belangrijk dat mensen niet denken dat waterstof over 10 jaar. Vrachtwagens of bussen in grote aantallen dat rijden. Dus ze zijn allemaal pilots aan het doen om de prijzen naar beneden te laten gaan en het mogelijk te maken. Precies. Het komt allemaal niet vanzelf. En je moet er dus zelf het nodige voor doen. En ook je ogen open houden. Wat gebeurt er elders? Wat kunnen we hier overnemen? Wat kunnen we imiteren? Wat waait hier nou over? En ergens die energie gaat via waterstof. Hey, wat is nou je doel? Is je nou je doel om interessante dingen uit het buitenland naar Nederland te halen? Of interessante dingen van Nederland naar het buitenland? Wat is jouw doel als gazant waterstof in Europa? Wil je economische banen creëren in Nederland? Of wil je gewoon zorgen dat we hier het laatste nieuwste spul gebruiken? Ja, alle twee. Maar toch primair om te zorgen dat we het hier sneller kunnen gaan doen. En ook kosteneffectiever. Dus met name vandaar dat we proberen om ook gezamenlijke projecten op te zetten met Duitsland, met Vlaanderen. Zodat we door vereende krachten sneller kunnen gaan en ook kosteneffectiever. Ja. We hebben een goede naam in Europa als waterstofland. Ja, heel erg. Ik moet zeggen dat dat viel me enorm op vanaf het begin. Dat ik echt meteen door internationale spelers werd benaderd van Nederland is voor ons een sleutelland in Europa. Vanwege de aspecten waar we het al over hadden. En dat ze er heel veel vertrouwen in hebben dat we in Nederland heel snel kunnen gaan oppakken. Ja. Duurt heel lang, hè? Om van hout naar kolen te gaan duurde zeg maar 100 jaren. En dan van de olie, en dan de atoomenergie en nu weer naar nieuwe dingen. Gaat het snel genoeg? Is dat 2050 om grootschalig naar een nul, naar een CO2-neutrale economie te gaan? Is dat überhaupt mogelijk of is dat een illusie? Ik denk dat het mogelijk is. Duurt het lang? Ja, het duurt lang. Maar ik ben best wel optimistisch, omdat ik toch een enorme dynamiek zie. Hè? Veel meer dan 20 jaar geleden zie ik dus dat bedrijven zelf allerlei dingen willen. Steden, regio's, en niet alleen in Nederland en niet alleen in Europa, maar in de hele wereld zijn heel actief, zijn dingen aan het opzetten. Dus die dynamiek, ook die bottom-up dynamiek die er is, kan best heel veel gaan voor verrassingen ook kan zorgen. Ook positieve verrassingen. Dus ik ben wat dat betreft en ook de jonge generatie, als je met de studenten praat vandaag de dag, die willen allemaal dingen ontwikkelen, nieuwe bedrijfjes opzetten, nieuwe ideeën. Je zijn allemaal start-ups die zeg maar direct, wat ze dan noemen direct air caption doen. Dus gewoon die CO2 uit de lucht plukken en kijken of ze daar weer producten van kunnen maken. Dat soort dingen gaan we denk ik veel meer zien. Dus ja, ik ben toch optimistisch dat het kan. Geweldige plek om te zitten. Yes, ja.
wel een goede neus. Je zat met de windenergie, zat je er heel vroeg bij, zeg maar, in het International Energy Academy en dan nu waterstof. Wel een goede neus om uit te zoeken wat hot wordt in de toekomst. Lucky man. Dankjewel.